Opnieuw is het op veel plaatsen bewolkt boven Nederland. Op de infraroodsatellieten niet heel goed te zien, maar boven de Noordzee zien we wel enkele witte plekken en ook boven het noordoosten en zuidoosten van het land. Daaruit valt soms wat lichte regen of motregen en daarbij is het wel zeer zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen van 9 of 10 graden op de meeste plaatsen. Daarbij waait het meest matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan zee, dat kan soms eventjes windkracht 6 zijn. Ook vanmiddag hoge temperaturen, 9 of 10 graden en vooral in het binnenland nog altijd lichte regen of motregen. En de wind die blijft onverminderd doorstaan en dat geldt ook voor vanavond. De temperaturen dalen ook onder de bewolking niet of nauwelijks met nog altijd lichte regen of motregen. Morgen is eigenlijk min of meer een kopie van vandaag. De temperaturen op veel plaatsen wel iets hoger met 9 of 10 graden. Op de meeste plaatsen zelfs 10 graden en daarbij nog altijd een stevige zuidwestenwind en zo nu en dan lichte regen of motregen. Ook eerste kerstdag weinig verandering. Zacht, vrij veel wind aan zee en opnieuw bewolkt met soms lichte regen of motregen en maximaal rond 9 graden. Vanaf dinsdag verandering, buiige regen, soms eventjes ruimte voor de zon en de temperaturen dalen in de loop van de week langzaam naar een graad of 8.